Terwijl het Westen zich het hoofd breekt over de vraag hoe een verdere oorlog te voorkomen, is Poetin vandaag op staatsbezoek in Egypte. Als een vorst werd hij daar onthaald. Voor zijn gastheer, president Sisi, had Poetin een bijzonder cadeau. Een Kalashnikov. Het onverwoestbare Russische geweer dat onder alle omstandigheden zijn werk blijft doen. Je zou het kunnen zien als een symbool voor Poetins trots en onverzettelijkheid. Alsof hij met een Kalashnikov Ruslands macht op het wereldtoneel wil demonstreren. Poetin